Welkom bij een nieuwe aflevering van Zalangtori. De in deze aflevering vervolgen wij het gesprek met meneer Waldi Nijn. Meneer Waldi, welkom in het programma. Goedemiddag, uh, alle kijkers en luisteraars. Was er een bepaald uh, moment of uh, gebeurtenis dat de beslissing uh, om over te stappen naar uh, ABOP uh, hier versnelt? In het, nou niet direct versneld. Ik zei het al, ik was niet bij de voorgaande besprekingen van de andere partijen. Ik ben daarna bedaarderd en daarna ben ik gegaan naar mijn achterman, naar mijn bestuur. En ik heb de zaken met z'n goed doorgenomen. En zei, we hebben geen vee, we hebben geen ruzie met de, de NDP. We zijn nog steeds goed om meneer Abbe Haams ieder. En je moet kijken, je moet luisteren naar wat zegt jouw achterman, de bewegingen. Ja, dat was. Als je zo te lang. Kijk, we zijn nu in half oktober. half oktober. En toen we die beslissing hebben genomen, was het, het ongeveer begin oktober. Ja toch? Dus de tijd dringt aan. De klok blijft tikken. En we kunnen niet wachten. We willen weten: hé, hey, hoe verder, hoe verder. En het bleef te lang. Dus nogmaals, an we laten erop in dat gaat En wij als partij, we gaan niemand bekritiseren. Geen enkele persoon, S geen enkele partij. We hebben het besluit genomen, we gaan werken aan de ABOP. We kennen het doel. We kennen wat ze eigenlijk willen, is het komt bijna overeen, Met ons natuurlijk zijn er kleine verschil, maar dan ga je nooit altijd 100% overeenkomst hebben. Ja? Dus je moet kijken wat kan ons verbinden en niet wat kan ons scheiden. We kijken die, 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 die samenbundeling van partijen. Dus ik. ik ik heb geen bezorgbaarheden voor doen, Met of zonder geld. Ik ben niet man. Wat ik weet, ik kan rekenen op mijn Ik kan rekenen op tenminste minste iets. Meneer God, dat wat ik niet Maar tenminste, ik ga ik voor 6.000. Tenminste. Het 7 december bestaat de partij 12 jaar en daar ga ik demonstreren. Ik ga jullie uitnodigen. Dat ik 5.000, 6.000 mensen om de beek ga brengen. Ik ga dan demonstreren. En we zijn hard op weg. We willen in die combinatie of de leden van de die meerwaarde tonen. En ze moeten vertrouwen in ons. Ze moeten vertrouwen in de andere partijen. Maar je als partij moet zorgen dat je... Je hebt woord gegeven. Je gaat zorgen voor die meerwaarde. En we werken eraan. En in alle districten zijn de mensen op dit moment al hard bezig... voor de mobilisatie. In de politiek, als je niet mobiliseert... heb je geen mensen achter je. Niet beloven. Eerlijk zeggen wat voor ik ga. En het, het lukt. Want hoe nou moet ik dat we bij treien? We kan geen paraffering geven. Wat kan geen truitjes geven. Vlaggen, als je kijkt, zoveel vlaggen zijn al geschud van ons. Ik laat op, op, op badbasis 100 laten komen uit Nederland. Maar wat zijn 100 vlaggen? Het vlag is bijna 5 euro al. Ja toch? Ik heb al 500 vlaggen besteld. Het is al 500 x 5 euro. Ik heb weer. Houd het laten halen. Maar ik kan die tussen en tienduizenden halen. We, we gaan doen. Jouw hart is jouw vlag. T4 Ik ben van de PDO. Is dat al niet het vlag voor ons? Welke voordelen uh, ziet u dus voor, u, voor uh, uw achterbaan van PDO in deze nieuwe samenwerking met de ABAP? Over voordelen? Mensen zeggen, ja, ik ga het gelijk zeggen. Ik had een programma gevormd voor Trisjoel, waarbij is gezegd, ja, de PDO, de partij, zijn gaan naar de abop om geld. Dan nou, bij die vergadering van de meerzorg, bij die uh, van Jojo-groep, heb ik goed gezegd, kijk, mensen gaan ons beschuldigen omdat we zijn gaan naar de abop gaan ze denken, hé, ze hebben geld gehad. Wat ga je zeggen? Ik heb die vraag goed gesteld. Vlak voor Trisjoel. Die, die man is zwak. Vraag hem of de periode Koepers heeft gaat. Wij doen het met eigen middelen. Hij heeft uitspraken gedaan, we gaan die mensen hè, ondersteunen. Ja maar, hij mag het doen. Maar wij zeiden niet, maar zij geef ons niet. Dat is niet onze karakter. Wij zijn al gewend, we hebben twee verkiezingen meegemaakt, met eigen middelen hoor. De partij heeft geen sponsoren, we hebben niet. We hebben een paar vrienden, zei, hé, hey, jullie hebben vergadering, ik breng Tien, twee, voor watervoer. Hé, hey. mijn vrouw gaat koken voor jullie. Dus zo, so wij hebben een, een, een God-to-Jorong systeem dat we samenwerken. die samenwerking, samenhorigheid om elkaar te helpen de te ondersteunen. En als je het goed gaat uitleggen demonstreren, dan denk ik de die denken, kom eens ik spontaan binnen, Als we een vergadering hebben, roep ik het bestuur. Zo, so, wat kan je brengen? Voor je, ik heb mijn twee, 3 soft. Mijn vrouw gaat mama brengen. Ja, yeah. en zo so doen we dit. We hebben een sterke beslissing van zeker, 27, 29 mannen. Dus als het ieder meehelpt, beetje bij beetje, dan wordt het nog iets en zo gaan we de verkiezingen in. We hebben twee verkiezingen al gedaan zonder geld van buiten. We hebben geen sponsor. Nog, nog steeds hebben we geen enkele sponsor. Ja. Niet dat ik niet wil, ja je weet hoe het gaat. Ik wil graag hebben dat mensen komen, hé hey, wat kan ik doen? Maar de eisen die ze daarna stellen, ja, dan want ze komen niet zo de partij sponsoren. Laatst heb ik een programma gevonden van BNM-FM, van de Castillo alsjeblieft. Was ze wat zeven zijn? Right to the point, Zo Die man komt bij jou, geeft je een miljoen, maar die bak het maat moet 10 miljoen gemaakt, snap je? Dus die dingen worden voorkomen. En vooral het werken met zwart geld is erg erg gevaarlijk, snap je? Ja, dus. We gaan het gewoon doen wat we kunnen. Wat komt, kop Als het niet kan, maar wie ik trouwens immers daar verkiezing, nog zeven maanden. Wat moet je nog doen? En van het beleid van deze regering is er geen sprake. Maar het is ja dat hoor. Je is Dus dat, we gaan door. En, en ik heb er geloof in dat wij een goede bijdrage kunnen leveren als partij richting de aanbouw, onder de vlag van de aanbouw. Natuurlijk, wij behouden onze eigen PNU en zal blijven bestaan. Ja? Al gaan we onder de vlag van de aanbouw, het is nog steeds de PNU. De kandidaten die straks worden voorgezet, zijn van de PNU. Alleen, we zijn onder die vlag vanwege de wet. Dus ik hoop dat wanneer we straks in de regering, dat we die wet kunnen herzien, dat niet. Ik kan niet zomaar zoiets zeggen dat we zijn, het is voor de moed om samen te werken. Ja, toch? Want dat is het probleem juist. Ik had altijd me sterk gemaakt om een middenblok te maken van kleinere partijen. Die partijen die allemaal dan buiten staan. Los van die grote boys. Maar het is niet gelukt. Waarom? Dus die ego speelt een rol. Ik ben bereid om een stap terug te treden. Om niet voorzitter te zijn. Desloos. In de orgaan. Maar dat heb je niet in alle partijen. Bij sommige partijen zeggen, ik moet voorzitter zijn. Ik moet. Maar dat, dat is niet zo. De karakter van het. Eerst bij die laatste verkiezing was ik niet op de lijst. Ik was niet op de lijst. Waarom? Ik heb een stap teruggetreden Omdat de voorzitter van de eenheidbeweging, meneer Sommel, mij persoonlijk heeft gevraagd. Is het dan, uh, woord die, woord die en dat zei dat. Wacht. Wordt geen kandidaat. Ik dacht waarom? Ik ben er al. Dus anders krijg je twee, zeggen, twee jongen op de link. Dus ik, is goed, ik trek met de terug. En toen zei: Maak je de. niet druk. Teg door, door. Dat zijn zijn woorden. Maar heb je dat? Ik heb tientallen jaren samen gewerkt met Zabuario. Als ik links dan moet je rechts gaan. Als je take, het is groen dan is het een andere kleur. Maar goed, laten we die man niet bespreken. Dus ik ken zijn karakter en ik ben anders, ik zeg, als er een betere persoon is, ik maak altijd plaats, dat is mijn karakter. Vandaar dat ik mee aan mijn hoofdbestuursleden, vaker O je gereed, ik wil aftreden, kort na de om Omdat ik al, ik word 73, en ik ben niet van plan om als 80-jarige een partij te leiden. Ik ben niet van plan. Ik heb altijd aangedrongen om de partij over te dragen. Maar niemand durft nog. Ik heb mensen buiten de partij ook gevraagd: juristen, sterke juristen. Neem de partij. Ze zijn bang. Terecht. Een partij is niet makkelijk. Daarom zeg ik: maar het wordt wel tijd dat je de partij zal moeten overdragen. Willen of niet, het zal moeten. Wat moet je zo zijn dat ik, was er gaat tekeel de partij naar voorzitter? En dan krijg je dan die, die paleisrevolutie met de escalatie, de stromingen. En dat kan fataal zijn voor een partij. Dat we hebben gezien binnen de vatbeweging. Wij weyler was een sterke van supersterk. Dat waardering voor muller Ik ken hem heel goed. Maar ja, hij overdracht nog zijn plaats. Hij is de AGWE-plotseling. Wat is nu? geworden van zijn vakbond. Dat is zwak geworden dan? Ook politieke partijen. Kijk, ook recentelijk de KTP. Was een grote partij. De partij was het tegenhanger van de... Pretzelwoord van de Pentawal. Maar toen. Maar ja, die overdracht is... Heeft niet al zo duidelijk plaatsgevonden Met het gevolg. Die man is dus heet gegaan. Bestaat de KTP? Niet. Tenzij zij zaten nu willen voorkomen. Ja. Ik de mensen: neem de partij over. Die hoeven mij niet af te zetten. Ik, ik treed af. Ik wil het op een heel net rustige manier doen. Maar kom, kom met de kandidaat. Ben ik bereid. Als u zegt een keertje, meneer mag ik de partij overnemen? Zal ik u verwelkomen en komt, neem de partij over. Zoals je ziet, ik ben niet met die oma's In de politiek ben ik een fighter. En mijn hobby is mobilisatie. Dat ben ik een Sterk. Ik ben een sterke man. Ik was landelijke coördinator van de Partij Alhoer. Van Pedawalima. Jarenlang. En ik heb gezongen dat de partij is gaan groeien. Maar omdat je die waardering niet krijgt. Dat is eens goed. Dat trekt. De moor heeft zijn werk al gedaan. Dan zal de moor mij en dat is en netjes terugtrekken. En vandaag aan de dag heeft problemen. Als ik erbij was. Zo brotten nog die uitspraak hebben gemaakt. Wanneer de vice-president zo'n vier en een half jaar steunt in alles, en dan ga je die orde verklaren: nee, dan kan je staf. Hé, hey, zo het woord ga, ga je toch niet maken? Die zaken moeten wij voorkomen. Goede communicatie. Hoe heeft uw achterbaan uh, gereageerd op de overstap uh, naar de ABOP? Ik heb het goed kunnen uitleggen en het is geaccepteerd. Natuurlijk. Ik ga niet alle stoelen op stoel bakken verbergen. Je gaat de paar hebben. Ik ga gewoon een koning hebben. op dat zou doen. Dus als je kijkt naar het percentage, is het, het is nauwelijks een klein groepje. Want op toen, laat me gelijk zeggen, toen we het besluit hadden genoemd om met de NDP samen te werken, was het voor mij een helft job om de mensen ook te overtuigen. Echt waar. Hetzelfde wat die plaats heeft. En toch is het mij geluk om. Die groep te koersen naar de NDP. En nu krijg je zo'n situatie. Je zal het overal krijgen. Als het met je samen gaat werken. Niet iedereen gaat eens zijn. Met wie ook. Als zou ik nu met de VAP samen werken. Dan gaat het groep zeggen dat het niet leuk vindt. Als ga ik naar de, v, naar de NDP. Dan gaat het gewoon Zo, Dat is politiek Suriname. Dat is onze politieke landschap. Maar je blijft rekening houden met die groep. Je blijft ze overtuigen. Maar het feit is dat 99,99% ,99 Achter deze samenwerking staan. Want als dat niet het geval is, was Nijn ook niet erbij. Ik volg wat er gezegd wordt. Ik geef slechts de richting en zij geven de goedkeuring. Dus daarover hoeven we niet te vrezen. En zij hebben voor een klein groepje, Ik zei, maar voor die man, liever niet. Maar ja, ga je luisteren naar die grote groep of naar die kleine groep? Dus we hebben geluisterd naar die groep. En het, het, gaat, het loopt niet al. Welke rol ziet uh, de PDO voor zichzelf uh, in de bredere samenwerking met de ABOP? De rol, ik wil, ik wil niet zo zijn in die samenwerking dat ik ga zeggen, zo, ik ben ook groot, nee. Ik zeg, we werken onder vlag van de ABOP, aangenomen. En die samenwerkende partijen moeten ook allemaal. Eén denkwijze hebben. Gezamenlijk, mijn oproep was: laten we gezamenlijk optreden naar buiten in alle districten, zodat die groep groter gaat groeien. Ik heb het altijd gedemonstreerd. Ik ga niet zeggen: ja, de nou, album is het PDO. Nee, dat kan ik niet zeggen. We, dit moeten we doen: cohesie, samenwerking. We moeten kijken hoe kunnen we onze achterwand versterken en Ik heb gezin hoor, bij AK-stadion. Toen ik op het podium stond en ik keek naar de massa, zei boy. Is dit de aanbod? Onvoorstelbaar. En dan moet je nagaan hoeveel mensen buiten waren. Bij het stadion. En hoeveel mensen thuis waren. Dat wordt de boom. Ja, Ik zei de aanbod groeit. Maar de PDO groeit. Kijk, kleine partijen hebben het politieke plafond nog niet bereikt. Dus het geval is dat kleine partijen kunnen niet gaan groeien. Maar grote partijen hebben het plafond al bereikt. Dus wat kan gebeuren? Ja, krijg je dit. De verwachtingen zijn zo immens groot, dat ze niet worden gerealiseerd. En wat krijg Die afbrokking. En we hebben een analyse gemaakt van, één. Hey, de ABOP staat goed. Niet omdat ik in die combinatie ben, ik zeg je. Ja. En na de ABOP groeide de NDP ook. Ik, ik zeg je. Ja. Dus wij presenteren als gelijke binnen de partij. Niet als na ABOP, nee, het is nooit meer. We moeten gezamenlijk, één, e, onder leiding van meneer Brunschwein. We hebben volste vertrouwen. Vol, ik prijs die maar niet de hemel in. Ik kijk naar zijn daden. En ja, hij heeft ook zijn mannetjes, Ik ook. Maar zijn daden uh, domineren aan bepaalde negatieve effecten. Brengen. En daarmee kunnen we samenwerken. Hoe ziet u de toekomst uh, van de samenwerkende partijen? Uh, net hoe u nu bij de ABO bent. Hoe ziet u dat? Nou, de, 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 de toekomst is voor ons, Dat praat ik over algemeen, het is voor Pol. Ons doel is, we moeten ook daar zijn in de regering. Onze streven is, gaan we links, dan moet daar de regering geboren worden. Gaan we rechts, just the same. Maar, ik blijf ermee zeggen, Suriname eerst en dan de rest. Geen partijpolitieke belang. Daar staan we. Ik voor corruptie. Dat, dat is het ieder dan. Wij willen die zaken niet hebben. We willen een nieuw Suriname. Allemaal moest jagen. Je moet een perceel hebben. Je moet een auto kunnen rijden. Je moet kunnen, we zijn rijk. Ik kan veel vertellen over een heleboel zaken. Maar als je dan voor zo'n verdomd rijk Maar Maar we je Pina. Die middenklasse bestaat niet meer. waar aan ligt er? Die kleine ondernemingen gaan kapot. Die kleine ondernemingen gaan allemaal kapot. Moet het zo zijn? Nee. De agrarische sector. Waarom kunnen we geen frustratie zijn? Zoveel percelen zijn nog blad. Maak afspraken. Zorg voor cargo overvoer dat onze producten kunnen gaan richting CARICOM. richting Brazilië of wat dan ook. Er moet beleid komen, wat een stuk. Suriname heeft geen probleem met rekening. We hebben een probleem met leiderschap. Die leiderschap, daar, daar moet aan gewerkt worden. Kijk, ik behoor vanwege mijn leeftijd tot de oude garde politici. Maar ik denk anders. Niet zomaar een ex voor studie Ik weet wat socialisme, communisme, alles. Ik weet wat het is. Dat we hebben nodig voor ons volk. Ze moeten kunnen. De man moet maar de man moet drie, de man moet mama zo'n perceel. We moeten naar de dokter kunnen gaan. We moeten. Alles wat we. We moeten goed kunnen verdienen straks. Toch? Met We moeten goed kunnen verdienen dat we niet meer benaderen. En dit een kleine groep moet verdienen. En de rest van me. Kijk, je gaat. Ik prik twee keer per week. Eén prik kost 1500 uh, SND. Een prik. Het prik is 2x15. Dat is 3000 SND. Normaal. Goed, ik heb uh, SNF en het wordt getekend. Maar als die kleine man geen baas, hoe gaat die persoon na, naar de dokter? Dat bedoel ik. We moeten gratis onderwijs, gratis gezondheidszorg. Die dingen zijn basisdingen. Daarvoor gaan wij meer landbouwscholen openen in de districten. Zijn specifieke speerpunten binnen de agenda van ABOP waar PDO zich hard uh, wilt wil maken? We kijken, ik zei al, we zijn nu bezig naar een algemeen programma. We, we weten al wat we willen, uh, die speerpunten van ons is duidelijk. En van de ABOP, dus nu moeten we zitten en kijken, hé, hey, hiervoor, hiervoor gaan we. Hiervoor, en iedereen moet het goed hebben, welzijn voor alle Surinamers. En ik heb tegen bij mijn vorige dingen, uh, gesprek. Wij moeten allemaal goed hebben in Suriname. Wij allemaal. Och En dat is onze belangrijke goal. Hoe? Ik kan u lang vertellen hoe. Er zijn veel, veel oplossingsmodellen. Aad de voer, Dus is goed, goed te ver. Want als je niet nagaat, Daar hebben die, die veel. De mensen die veel ophalen, probleem. Dan heeft de gezondheidssector... Een, Normaal. Een, een Beleid moet gemaakt worden. Goede leiders. We willen goede leiders hebben. sma faja We moeten nieuw leiderschap etaleren in dit land Suriname. Goed leiderschap. Eerlijke mensen. Transparant. Geen corruptie. No-nonsense politiek. Die mensen willen hebben. Ik ben bereid plaats te maken. Ik ben al oud. Maar ik ben bereid om te ondersteunen. Om het doel te kunnen bereiken naar een nieuw Suriname. Hoe gaat de PDO zich positioneren binnen de coalitie van ABOP in vergelijking met de NDP? Daarover is nog niet gesproken. Maar vaak op uh, podia zegt de, de voorzitter, de leider van ABOP. Wat dat betreft gaat hij ons niet zomaar in de zee laat. Hij gaat ons wel die positie. Maar ik ga ervan uit dat plaatsbepaling niet belangrijk is voor de PDU, weet je waarom? Al komt het met nummer 51, ik moet zorgen dat ik binnenkom met mijn 6.000 Al zetten ze me op nummer 100, ik moet zorgen dat ik binnenkom, dat is onze ideologie. En niet zeggen, ik moet binnen, binnen de eerste vijf van de avond om binnen te komen. En als ik word geplaatst, hebben maar 100 mensen op tijd gestemd. En wie mag zich belachelijk? Ik toch? Je vecht om de positie binnen die eerste vijf, op de eerste tien, maar wanneer op stemmen aankomt, hebben we maar honderd harde stemmen voor jou gestemd. Is toch een shame. Maar ik ben alvast met die nummer 51 voor mij. En ik kan 6000 mensen trekken. Daar kan men toch respect hebben voor mij. En dat was ook onze ideologie richting NDP. Voor ons speelde de positie ook geen plaats. Als ze ons nummer 30, 40, 50 geven, no dice. Ik moet zorgen dat ik een meerwaarde ben voor de NDB toen. En nu ga ik demonstreren en tonen voor de ABO dat de PDO een meerwaarde wordt. Net hoe de andere partijen binnen die samenwerking een meerwaarde zal zijn, gaan wij ook ons beijveren om die meerwaarde te demonstreren. Begrepen. Nu al hebben ze vertrouwen in de PDO. Een druk op de knop, die mobilisatie komt ook aan. Maar dat is het alles. Ik wil meer. Meer tonen richting die samenwerking. Daarom, ik ben niet zomaar thuis. U weet hoe moeilijk het is om mee te bereiken. Maar ben ik in de aarde, die Elke dag ben ik op straat. Ik kom na uur, en dan ben ik thuis. Ik doe het. Zijn voor die oren, dat is mijn hobby. Dat dingen houden, springleven. Ik ben nog niet dat ik het niet deed, maar snel. het zit in mij, in mijn body. Ik ben. Zware mobilisatie, man. Het is mijn hobby, het is mijn hoofdvak in de politiek. Dus Bilobasa. Dat is goed, die communicatie met de mensen, die structurenrichting. Daarvoor ga ik. Dat was het voor wat betreft deze aflevering van Sanang Tori. Bedankt voor het willen kijken. Heeft u een onderwerp te belichten? Dan kunt u ons gerust een WhatsApp-bericht sturen op het nummer 8485816. En vergeet niet onze socials te volgen. Tori, snel, scherp, altijd bij de tijd.